up, ABTV. Dat is een rapgroep, de Hickey Underworld. Keep it ballin'. Het is blij, want de rockrelletje waren echt nog half amateuristisch, denk ik. Mm-hmm. Dus het is een wereld van een verschil, nee, 6 jaar geleden. Toen was het indrukwekkend voor iedereen naar beneden staan. Nu al iets minder, maar altijd super leuk. Dat was de grote zaal ook toen. Maar ja, ik denk dat we al tussen 5-6 keer naar beneden staan. Maar de ene keer, de meeste volkeren die we ooit gespeeld hebben, was in de Welbericht op de Marquis. En dan heb je toch wel het gevoel dat de meeste mensen er zijn omdat er iets op dat podium speelt en dat ze misschien voor één hitje of zo. Ja. Dat is toch iets anders dan 300 man die echt op wacht komen. Daarom vind ik dat. Toen wij in de middelbare school zaten, was dat de groep waar wij waar opkeken. Die heette toen de Exhausted. Dus en nu vonden we wel grappig om de groep die, waar wij dan toen altijd voor moesten spelen, om die nu te vragen. En het zijn ook gewoon vrienden.